In een seniorenappartement aan de Nieuwe Waalrusseweg in Valkenswaard is dinsdagmiddag even na 00:30 brand uitgebroken. De 50 bewoners van het complex werden geëvacueerd en één persoon met ademhalingsproblemen moest naar het ziekenhuis. 5 mensen met ademhalingsproblemen werden ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. De bewoners van het appartementencomplex worden opgevangen in basisschool De Doornhagen in Valkenswaard. Rond 2 uur konden de bewoners weer terug naar hun woning. De brand zou zijn ontstaan in een woning op de eerste etage toen een afzuigkap in brand vloog nadat de vlam in de pan was geslagen. De rook verspreidde zich vervolgens via het rookkanaal door het 60 appartementen tellende complex. De brandweerkorpsen van Valkenswaard en Waalre werden beide ingezet.